22 mei kunnen we weer stemmen voor het Europees Parlement. Waarom dat voor ons motorrijders belangrijk is, gaan we vragen aan de motor van Europa, annex Wim van der Kamp. Hij combineert zijn passie voor motorrijden namelijk met zijn werk als Europarlementariër. We gaan Wim nu bellen. Dag Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moeten motorrijders stemmen straks? De Europese Unie is heel invloedrijk op je dagelijkse leven. Kijk naar de euro, kijk naar de economie. Dat gaat door. Als je niet stemt, heb je geen invloed. Wat kunt u doen voor motorrijders in Brussel? Wij zorgen ervoor dat de vrijheid en de veiligheid van de motorrijders in Brussel bewaakt wordt. Er zijn voortdurend mensen die het motorrijden willen beperken. En het is mijn taak om ervoor te zorgen dat de combinatie vrijheid en veiligheid in stand blijft. Heeft u een voorbeeld van een behaald succes? Zeker. Ze hebben in Brussel geprobeerd om de APK voor motoren in te voeren. Daarvan hebben we gezegd, moet je niet doen. De gemiddelde motorrijder zorgt echt wel goed voor zijn eigen motor, ook vanwege zijn eigen veiligheid. En we hebben die Brusselse bemoeienis niet nodig en dat is gelukt. Wat zijn de komende 4 jaar de speerpunten? Er zijn nog te veel verkeersslachtoffers. Er zijn ook nog te veel eenzijdige motorongevallen. De wegen in Europa kunnen op een aantal punten echt wel beter. Zeker in het zuiden van Europa. Nou, dat zijn allemaal zaken waar wij aan kunnen werken. U rijdt zelf ook motor? Ja, ik ben nogal een fanatieke motorrijder. Ik heb nu een BMW 1000, HP4 zelfs. En iedere zaterdag 209 kilometer rondje rond de kerk, om het zo maar uit te drukken. Wat is voor u persoonlijk een belangrijk punt? Voor mij persoonlijk is het de vrijheid van het motorrijden. Ik ben 70 uur in de week bezig met het Europese parlement. En dan moet je zaterdags je kop leegmaken. Nou, daarvoor is motorrijden ideaal. Want je weet zelf, je moet heel goed opletten. En dat is een perfecte manier van afkicken. Tot slot, heeft u nog een oproep voor onze kijkers? Mensen, donderdag 22 mei. Stemmen voor de Europese verkiezingen. Bij voorkeur op mij, Wim van den Kamp, lijst 1, nummer 3. Maar u bent zelf oud en wijs genoeg om uw stem te bepalen. Maar ga vooral stemmen. Hartstikke bedankt. Succes de komende tijd. Dankjewel.